spelen het stuk Ik en Robin Hood. Dat is een stuk van Sean Dale Jones, dat is een Welsh schrijver. We zijn gaan kijken in Manchester en hij heeft mij op het hart gedrukt om daar helemaal mijn eigen ding van te maken. En ik heb het geplaatst in Alken, in Limburg, waar ik geboren ben. En ik speel dus in mijn eigen dialect. Ik ben Tijer Kuizemans, ik zit een bavenbaardje. Ik ben een schrijnwerker. En misschien een applausje voor deze geweldige transformatie. It's a highly personalized account of something that's, universal. Disadvantage, the street children living on the 150 million street children living on the street. This is a problem which has existed for centuries, and up till now we haven't really done very much about it. And theatre is very good at, looking at a problem, highlighting the problem. But what makes this play so special is that this play is right in your face. It's actually saying this is a problem and suggesting a way to deal with the problem. And it does it with humor, with a little bit of tragedy. It makes you laugh, it makes you cry, it makes you silent for a while. Ja, ik heb eerst toch wel een maand of drie, ik heb eerst de bewerking gemaakt en heb ik een maand of drie alleen op mijn zolderkamertje zitten oefenen aan die tekst. Maar dat voor een publiek kunnen brengen en vooral de interactie met het publiek, want er wordt heel veel samengespeeld met het publiek. En dat is fantastisch. Dus die venten die vallen in mekaars armen. Allee, zegt ze. So we've got Bert Kozmas, an actor on his own. En je bankdirecteur, die komt op mij af, dus doe ik zo. En je bankdirecteur, die heeft ook zoiets van, Melodia, dat is free agressief. En het publiek dat staat te kijken, die hebben ook zoiets van, Melodia, dat is free agressief. And that is theater at its most pure. Wij kregen ook de kans om die nacht allemaal samen de kredietbank te overvallen. Provide you with much more dramatic material, images than film or TV. Zolang ik mij kan herinneren, vertel ik al verhalen. Ik ben de jongste van 6 kinderen en dat was mijn manier om een beetje aandacht te krijgen. Wat niet echt lukte. Maar dan ben ik maar acteur geworden. Hoa! En hoa! Doet dat publiek? Direct action. A little bit like Robin Hood himself. Is het waar dat u op uw 10e de kredietbank van uw geboortedorp hebt proberen te overvallen? It's directly challenging us to change the story of money. Ik wil dat jij het proces verbaal opmaakt. Ik ga hiermee naar de rechtbank. En dat had ik beter niet gedaan. We're putting our money where our mouth is. We're going to give a percentage of our income for this production to a charity, Street Child United. It's not so much a support that they give, it's they give opportunity. They give these children an opportunity to go and play sport in a big international event. And it helps these children to expand their horizons. It gives them another vision of what life could be. It gives them, in a word, it gives them hope.